Yo, kijk, kijk naar deze gloednieuwe video, aflevering 3 alweer. Ik heb er weer zin in. We hebben nog maar 100 gevangen, daar ben ik blij mee. Ik weet niet echt wat we in deze video kunnen doen. Misschien een nieuw celblok of zo. Even kijken of ze bijna les krijgen. En wat doen ze eigenlijk als we les krijgen? Als ze les gaan krijgen? 5 tot met 7. Oké. 5 tot met 7 ochtends. Dan horen ze nu al naar les te zitten. Dat doen ze niet. Werk en vrije tijd, wat is dat? 7. Aan het douchen, dat moet, hoeft niet. Dan is de 7 tot hoe laat? Volgens mij 5 tot 7. Dus dit allemaal werken, dan zouden we hier ook al meteen les krijgen. Ik heb les. Geen één. Is het dan niet s'avonds? Het staat wie les geeft. Zit ze misschien in deze les te geven? Aanstaan. Gelijk wordt het 's avonds. Qua vrije tijd. Want we doen nu wel ook in normaal vrije tijd, want anders die anderen die werken geen vrije tijd. Sniper mensen eigenlijk. Waar is hij nu mee bezig? Hij heeft pauze. Ik denk dat hij hier is. Of waar? Hij zit waarschijnlijk niet in zijn kantoor. Wie doet dat voor ons? De beveiliging. Nee, beveiliging zit. Hoofdbeveiliging is eraan. Ja. Hij zit daar. Hij doet het al. Oh, deze. Ja. Is er nu al gegraven? We doen even al onze eerste onderzoek. We herhalen. Het eerste onderzoek is gestart. Deze straks ook al waarschijnlijk de tunnel gevonden. Maar we maken er ook al mis. Oh, die hebben behoorlijk opgegraven. Ze hadden ook gewoon die wc. Ze hadden ook gewoon die wc moeten pakken en zo gedaan. Maar ja, zo slim zijn ze niet. En ze komt toch niet in stap trouwens. Die deurserver heeft nog internet nodig. Die moet van dit van internet krijgen.
Ja, we moeten straks ook helemaal naar de andere kant van de gevangenis, hè? Zeker dat die andere kabel dat nog kan doen. Dan doen we de poort hier. Aan het hek. Anders kunnen ze alsnog ontsnappen. Heeft die muur ook geen zin? Server. Denk. Die stroom haalt het waarschijnlijk net. Dat is het laatste wat we hierop gaan aansluiten. Dat allerlaatste. En de andere dingen weer aansluiten. Dan komt het meteen uit. Dan moet er meteen een kabel doorgeknipt worden. We hebben echt nog maar 18 gezel. Okay. Hier, dat je naar hier cellen gaat. Hier voor de luchtplaats. De luchtplaats gaan we nu mee beginnen. Dit zo de luchtplaats. Veilig. Hier komen gewoon houten deuren. En dan maken wij het een luchtplaats. Dingen, anders lopen ze zeuren dat ze gaan sport hebben. En dat willen we niet. Kijk, we hebben er al 7 binnen. Bonen komen aan de muur te hangen hier. En er wordt dus wel van een er wordt wel van meegeluisterd. Want anders is het misschien gevaarlijk voor ontsnappingsplannen. Daarvoor hebben we deze dingen. Afluistersystemen. Dus meteen als de eerste telefoon staat, dan wordt die verbonden. Met de afluistersysteem. Misschien is het flauw, maar dat is voor ons misschien ontsnappingen. En als je dat dus wordt gehoord, dan roept ze meteen snipers. Want dan staat hij zo nog te bellen en er staan allemaal snipers om zich heen. En andere gewapenden. Dus dat is niet veilig bij ons. Ja, daar komen eerst de... Oh, meteen terug gelijk 2. Even kijken of die ook echt werkt. Want ik weet niet hoeveel er op zo'n telefoon ding kan. Dus als hij rood is, dan werkt hij. Ja, hij kan ze dus niet tegelijk afluisteren. Dat is afwisselend. Oké, de zoon die ik mag de hele tijd 2 van ons. Dat wordt dan de hele tijd afwisselend. En dan kunnen ze niet goed meeluisteren. Voilà, de bel nog.
niemand, dus dat kunnen ook erge dingen gebeuren. Kijk, deze gaat meteen ook naar hun plek. Dat is dus naar de beveiligingscamera's. Ze melden zich even meteen bij de balie. Want dan kan de beveiliging ze sturen. Hallo jongens. Benieuwd. Ik kom me voorstellen. We hebben die torens niet voor niks ontgrendeld. Hier staat sniper. Ja, hier staan meteen op twee sniper-torens. Zo, we gaan, ze staan daar meteen, ja hier staat meteen nog eentje in. Als we me afknallen altijd. Dat is het belangrijkste. Dan zetten we meteen aan dat ze mogen schieten. Dat ze altijd mogen schieten. Want anders hebben we daar nog niks aan, dan komen we waarschijnlijk ooit twee aanrennen. Waarschijnlijk heeft ze een andere route als dit. We gaan dat doen alleen als het echt moet. Want anders loopt ze er langs. Dat is die. Dus alleen als het echt moet. Dat zie je dus minder langs lopen. Box mogen er natuurlijk altijd. Maar veilig er minder langs lopen. Alleen als het echt nodig is. Oh, nou, we gaan ze waarschijnlijk pauzeren. Dan staat hij in. Goed beveiligd zijn. Ja, die gaat ook bijna op pauze. Ze hebben er nog geen twee in de toren. Dus je wordt meteen neergeknald als je via gewoon de uitgang wilt. Dat is nu alleen nog een beetje beveiligd. Nou, alles is meteen ook fijn veilig. We willen geen onveilige dingen. We gaan dus ook mensen krijgen met baby's. Dat wou ik eigenlijk niet. Dus we hopen we niet. En dan sparen we. Want onze hoop eruit. En echt. Jongens. Is het bijna luchttijd? Ah, please. De hele luchtruimte gemaakt. Vluchten. Hier, vluchten. Vluchten. Geen vrije tijd, vluchten. Wel dat de luchten een beetje wordt natuurlijk gebruikt. Ja, ze zijn aan het luchten. Veilig loopt er. Ik hoop echt dat er niks wordt gebeld, want er lopen er allemaal snipers heen. Dat willen de mensen waarschijnlijk niet. Want de gevangenis is wel meteen goed begonnen. Als er dus heel erg veel stroom, erge dingen zijn en zo, dan moet er echt redelijk lockdown. Ik hoop echt dat er niemand uit redt. Weinig kan nu niet meer. Nou ja, ze kunnen
hier nog een beetje door. Dat gaat dicht. Dan heb je hier dus zo'n gang te lopen. Dan gaat hij meteen zo, weer zo'n ding erachter. Die wordt dan zo. Oké. Dan zo 10 meter. Dit wordt dan één cel. Wel groot. Maar we kunnen er wel weer door meer gevangenen. Dan is het rode tekentje sowieso weg. We kunnen meer dan 20 gevangenen in. En dan komt er even een extra kantine bij. De deur komt daar meteen. Dan kun je doorlopen en dan komt daar aan die kant de kantine. Dan krijg je zo de deur tegen. Dit wordt slaapzaal 1. We gaan straks nog niet aangeven dat dit een slaapzaal is. Wat doen jullie hier voor leuke dans? Zag je ons voor leuke moves deden? Dus eigenlijk niet dat. We richten maar wel in. Maar nog niet zeggen dat het een slaapzaal is. Want dan is er iets heel ergs in die kantine. We zouden de vangen eigenlijk zelf mogen kiezen welke stap met ze willen. Dat doen we hier. BZ, 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 BZ. En daar in het midden allemaal douches. Eindig. Maar dat snap ik niet. Die bouwmannetjes, waarom hun bouwen en zouden we niet stiekem even een sleutel over ofzo? Maak dan even de reserve sleutel, jongens. Of hebben we die niet? Heb je daar ook wat te aardig voor of zo? Deze gevangenis is heel rijk, joh. We hebben gewoon even het geld. Ben je toch heel rijk? Ben je de arm? Ik snap het niet meer. Hier doen we even de deuren. Dat ziet er iets beter uit, eigenlijk. Oké. Dan zie je in één keer zo'n blote gang. Dan moeten we even deuren. Dan weet je dat je ook even naar een andere gang gaat. Die gaat meteen naar een hele andere zone. Meer cellen staan. Op zich. Op zich zou dit solitaire kunnen worden. Dat voor de eerst even. Dat is een solitaries. Hier op de muur. No muurs lopen, please. Er komen allemaal deuren en dan komen er ook solitaries in. Terwijl wij er zijn, hebben we ook meteen solitaries voor de stoute mensen. Die hebben we ook in onze gevangenis. Het is eigenlijk best lang lopen naar de cellen. Maar eerst komen alle personeelsdingen, dingen. Je komt binnenlopen bij de receptie. Enige ingang. Dan loop je. Ja, daar is ook nog een. Ja, maar hier kunnen ze sowieso niet ontsnappen. Hier gaat niemand werken. Zo, alleen personeel. Oh, je kunt het allebei maken. Oké, dat is wel sick. Het is alleen personeel. En er staat
er hier eentje te patrouilleren. Als ze hier inkomen. Dan pakt hij hem meteen. En ben je meteen gepakt? Die je niet ontsnappen. Daar kun je sowieso niet ontsnappen via de receptie, want er staan allemaal mensen. Dit is al verboden terrein. Dat ook al, dan pakt hij hem echt meteen als je door die deur bent. Als je door deze deur bent, dan word je meteen gepakt. Als je toch nog snel naar buiten wil rennen, jongen, staan daar twee snipers op je te wachten, daar ook. Dus makkelijk ontsnap je niet via om te wandelen. En ook niet meer om tunnels te graven. Het is eigenlijk al een beetje ontsnapbaar. Maar je kan altijd uit het gebouw komen. Niks maken, dus dit gaat op opstap zijn. Aflevering 3 alweer, hè? Slag? Daar wordt er dus meteen alles heen gebracht. Zie je, alles wordt er meteen al heen gebracht. Behalve het eten, dat blijft daar staan. En deze doos wordt er dus helemaal heen. Allemaal wasmanden en dat soort dingen liggen er nog. Naar onze opslagruimte. Het is heel erg verborgen is. Het is echt. Want we gaan nooit door. Jongens, dat is nog alleen personeel. Ja? Nee. Arresteer hem! Het is alleen personeel, arresteer die! Guards komen eraan! Oh, die guards doen er ook echt niks aan. Maar kijk eens, ik heb het hier even genoten. Ik heb ontzettend genoten.